Deze familie is nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan. Maar dit wordt waarschijnlijk de grootste ooit. Ik introduceer Project Erwin! Mijn ogen! Waarom wil je in vredesnaam Erwin helpen? Dat is het hem nou juist. Erwin wil heel graag een stuk aardiger mens worden. En jullie zouden hem dat goed kunnen leren, want jullie zijn zo super aardig. Ja, ik ben aardig en prachtig en getalenteerd. En een lieve Erwin klinkt beter dan een gemene. Dan doen we het. Niet alleen voor Erwin, maar voor de wereld. Hoi. Aardig zijn betekent aardige dingen tegen mensen zeggen. Zeg maar eens iets aardigs tegen piloot Pompoentaart. Hallo, piloot Pompoentaart. Hoe goed kan jij vliegen? Oh, je bent de beste, meest geweldige hond die er is. Wat voor iets gek zei je nou net tegen hond? Dat noem je een compliment. Daarmee laat je iemand lachen en kwispelen. Heel raar. Maar ik moet zeggen, jullie twee zijn... Lief. Erwin, het is je gelukt. Je gaf ze net een compliment. Dat was aardig. Ik leer aardig zijn. Ja! Sorry. Is een oude gewoonte. Aardig zijn betekent aardige dingen doen voor anderen. Help oud besje Vliegend Hart eens met haar zware boodschappenmand. Denk jij echt dat het dumpen van haar spullen aardig is? Ja, tuurlijk, want nu is haar mand een stuk lichter. Dat is toch aardig, of niet dan? Nou, nee, niet echt, maar het was een mooie poging. Aardig zijn betekent mensen mooie dingen geven. Geef me iets waar ik blij van word. Huh? Ja! Nee, van mij! Ik wil hem van mij! Wat moet jij nou met een bot? Weet ik veel, maar als hij hem wil, dan wil ik hem ook. Kijk, ik kan er ook op kouwen. Erwin, geef hem dat bot. Hier. Dank je, maar ik was hem wel eerst. Zo'n 20 à 30 keer dan. Wauw, ik heb hem iets moois gegeven. Dat voelde goed. Dat brengt ons bij nog één allerlaatste les. Kaas? Weet je wat mensen leuk aan mij vinden? Echt alles. Zoals mijn lach, want die is lief. Nu jij. Oké, daar ga ik. Weet je wat? Hou je oude lach maar. Ja, doe dat zo weer. Vaste hond, ik ben bang. Echt bizar, maar Project Erwin is een succes. Knap werk, Erwin. Ah, zonder zulke aardige mensen was het echt niet gelukt. Bedankt voor al jullie vertrouwen. Erwin, heb je misschien zin om vandaag met ons te gaan picknicken? Oh, meen je dat? Oh, ik heb zo lang op deze dag gewacht. Oeh, moet jij Erwin nog een allerlaatste aardig ding leren? Nee, haarballen zijn niet aardig.